Erfgoed inclusief waterbeheer. Dat is even, ik, ik spreek het uit als erfgoed inclusief. Want die, ik heb deze presentatie twee weken teruggegeven. Toen stond er nog een spatie tussen in het programma. Uh, Gerard Gera Troost, mijn collega, zei gisteren: hier kun je wel mee starten. Vandaag staat er in het programma een streepje tussen. Nou, met een spatie ertussen is het echt helemaal fout. Met een streepje is het gewoon geen correct Nederlands. Dus van erfgoedbeheer naar erfgoed inclusief waterbeheer. Dat, dat is hem echt. Dus mocht die nog een keer uh, opgenomen worden in het programma, je weet het. Ik heb deze presentatie gemaakt uh, met Gert Jan de Boer, mijn collega, samen. En met Mendecoce Jan, daar heb ik vooral wat sheets en wat uh, voorbeelden van geleend. Uh, ik ben Jeroen Zomer, specialist landschapsgeschiedenis bij de Rijksdienst voor het Culturele Erfgoed. Um, ja, ik, ben, ik heb een hele lange vooropleiding gehad: MAVO, MBO, HBO, Universiteit, promotie. Uh, ik ben uit de waterwereld gekomen bij de vorige sessie waar ik dit verhaal hield kan ik zeggen mensen dijkwerkers ik ben één van jullie maar ik ben wat doorgaan studeren in de landschapsgeschiedenis nou ik ben uiteindelijk gepromoveerd in Groningen bij de Matthijs uh, Beck uh, in de landschapsgeschiedenis Ik ben gepromoveerd op veenontginningen in het in het en daar zit heel veel waterbeheer bij in heel veel waterstaatsgeschiedenis waterbeheer nou daar ga ik het vandaag niet niet uh, direct over hebben, maar het zit er wel doorheen. Gevlochten natuurlijk. Even kijken. Doet hij. Ja, dat dacht ik al, maar hij doet niks. Dat, uh, ja. Ah. Ja, ik hoorde iets. Yes. Kijk. <hijen> nou. Waar ik het over wil hebben vandaag is uh, ik, heel kort: ik wil iets zeggen over de omgang met water in het verleden. Uh, wat doen wij als Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed? Uh, een van die dingen die we doen is een project met, uh, uh, met de STOA waar ik het even over wil hebben. Dan eigenlijk mijn, waarvoor ik hier sta: van erfgoedbeheer naar erfgoed inclusief waterbeheer. Wat, wat bedoelen we daar nou mee? Een aantal voorbeelden. En nou, hier heet het nog zelf aan de slag, maar ik heb het eigenlijk gedaan. Ik heb er nu van gemaakt van hoe dan? Hoe, hoe, hoe kunnen we dit gaan doen? En dan met name vanuit, vanuit erfgoed geredeneerd. Uh, Ja, Vorige keer vroeg ik uh, mijn collega uh, Gertjan de Boer bij het project Erfgoed en Waterbeheer. Ik zie nu eigenlijk een van de mensen die, die bijgedragen heeft aan het project. Nou, ik zal je nu niet vragen wat het project inhoudt, maar toch. Uh, een van de mensen die afgelopen maanden aan het project met de stoel heeft gewerkt, zit daar in de zaal, uh, Erik. Um, ja, omgang met water in het verleden. Uh, ik, ik, ik heb zomaar wat plaatjes opgenomen. Een overstroming van de Maas bij Venlo, waar iedereen op de stoep staat, naast staat te kijken alsof het normaal was. Uh, een overstroming van de IJssel bij Deventer. Um, en de uh, bevloeiing van Beekdal in de winter. Nou, ik, wat ik hiermee wil laten zien is. Overstromingen en wateroverlast waren vaak vervelend, soms desastreus. Maar aan de andere kant was men adaptief. Men verhoogde de drempels. Men deed wat nodig was om het water zoveel mogelijk buiten te houden. En afgelopen decennia heeft de maakbaarheid van ons landschap. eigenlijk vooral na de oorlog, maar eigenlijk al iets eerder. Um dat heeft voor een mentaliteitsverandering gezorgd ten opzichte van water. Uh, er is een zekere onverschilligheid ten opzichte van waterveiligheid. We gaan, we gaan overal wonen, want we denken dat we dat wel kunnen handelen. Of dat dat voor ons geregeld wordt, want de overheid doet dat allemaal wel voor ons. Nou, uh, ik, ik, ik denk niet dat we hier meteen iets heel groots zijn kunnen veranderen. Aan het eind kom ik er nog een stukje op terug. Maar, maar toch, dit als. Dit als... Het uh, idee van de, van de afgelopen decennia wat er veranderd is in de, in de mentaliteit is een belangrijke notie. Nou, wat doen wij als uh, Rijksdienst? Uh, dit is mijn directeur, die is dus niet de directeur van de STOA, maar die is bij de STOA op bezoek om een samenwerkingsovereenkomst te tekenen. Um, wat doen wij als, als Rijksdienst? Wij zijn een uitvoerings- en kennisorganisatie. Dat, dat kennisdeel ligt niet helemaal vast, geloof ik, maar toch. Uh, we, we doen uitvoering op het gebied van wet- en regelgeving, vooral monumenten en archeologie. En we leveren kennis op het gebied van erfgoed. We hebben dan ook regioafdelingen die heel veel de advisering doen en kennisafdelingen die meer op kantoor zitten, helaas. Maar ook, <laughs> noem het de back-office. Daarnaast hebben we een systeemverantwoordelijkheid voor het erfgoedbestel. Um, wat wij als, als Rijksdienst doen, we, we doen veel meer. Ik weet dat, dat Gerard bijvoorbeeld heel veel... Doet met gemalen en molens en, en, en dat, de monumentale kant daarvan. Uh, maar we hebben ook een agenda, uh, een uitvoeringsagenda. En dat wordt nu een programma. Water, klimaatadaptatie, bodemdaling en erfgoed. En in dat programma, daar, daar doen we veel. We hebben een tijd lang in de, hoe moet ik het zeggen, de, het nationaal programma bodemdaling gezeten. Uh, we, nou, we, we dragen bij aan een heleboel van dit soort rijksprogramma's. Dat eerste programma wat ik noemde is overigens geen rijksprogramma. Maar, uh, en we, we hebben zelf een aantal projecten. En een van, die, van de grote uh, projecten daarin is. die valt onder die samenwerkingsovereenkomst met de STOA. En daaronder vallen dan weer verschillende projecten. Dat is het Handboek Beken en Erfgoed, wat een aantal jaren geleden is uitgebracht. En het uh, Project Stadsgenezen, daar komt zo nog een voorbeeld uit. En nu dus het Project Erfgoed en Waterbeheer. Nou, dat Handboek Beken en Erfgoed, er werden er toen straks. In het programma staan de, de tien gouden regels. Nou, in dat handboek Beker en Erfgoed wordt eigenlijk uitgelegd hoe kun je erfgoed nou goed meenemen in projecten met bekerstel. En daar zitten, zijn ook een heleboel, nou, noem het gouden regels, opgenomen. En het idee van het project Erfgoed en Waterbeheer is dan ook om dat idee van die gouden regels: en hoe kun je eigenlijk nou erfgoed inclusief waterbeheer gaan, gaan, uh, gaan uitvoeren. Uh, dat is het idee van het, uh, van het project Erfgoed en Waterbeheer. Hoe kunnen we waterschappen en partijen die in de, in de waterwereld werken zover krijgen dat ze nou eigenlijk aan de voorkant al beginnen met: wat, hoe kunnen we niet alleen erfgoed meenemen, niet het beschermde erfgoed, maar hoe kunnen we erfgoed inclusief denken? En met erfgoed inclusief, dat is ook inclusief landschap. Dus basis op orde, zorg dat je je kennis hebt over je systeem en dan pas met je project bezig gaan. Nou, dat project Erfgoed en Waterbeheer, we zijn, daar zijn een aantal meerwaarden van, uh, in benoemd in de eerste fase van het project. En in de, in de, de, de komende fases van het project gaan we vooral op de, de lange termijn uh, problematiek en de taken van de waterschappen in. Dus lange ter, termijn begrippen van het watersysteem is al een heel lang bestaand systeem en daar moet je, moet je in, in doorwerken. En uh, oplossingen door te, leren van inspiratie. Uh, door te leren en inspiratie te halen uit het verleden. Dat zijn de twee hoofdlijnen die we in dat project juist willen oppakken. Nou, daar gaan we de komende maanden, het zal wel jaren worden, uh, mee verder. Nou, wat is dat van erfgoedbeheer naar erfgoed inclusief waterbeheer? Uh, nou, precies, ik noemde het net al. Erfgoedbeheer is veelal gericht op, op monumenten uh, en roerend erfgoed, heel erg objectgericht dus. En erfgoed inclusief waterbeheer is gericht op het gebruik van kennis uit het verleden: bodem- en waterleidend, uh, lange termijn oplossingen, inpassing en gebruik van erfgoed en landschap. Nou, en als je dan naar kijkt, dan is die bovenste niet slecht. Dat <laughs> begrijp me niet verkeerd, het is zeker niet onbelangrijk. Maar de onderste is beter, en dat zou eigenlijk inclusief de bovenste moeten zijn. Dus denk om je monumenten, maar ga, ga vooral ook bekijk het bredere plaatje. Nou, dan, dan hebben we een aantal voorbeelden. Dit is uh, uh, Nijmegen Dukenburgh, en je ziet het, doet mijn lampje het ook. Oh. Oeh ja, oh kijk hier. Nou, dit dit zijn een aantal stuwwallen. Dit is de Waal, en dit hier hier is Nijmegen-Dukeburg uh, gebouwd. Nou, je ziet het al. Daar liggen een aantal, uh, ja, eigenlijk beekdalen, een afvoeringssysteem richting de Waal. Een van de natste gebieden in de regio. En daar hadden ze gedacht, nou, laten we daar nou een woonwijk bouwen. Dat is wel heel slim. Nou, je ziet nu de problemen. Dit is al een stukje eerder, waar ze met uh, boten door de, door de straten gaan. En dit is gewoon recent, uh, plaatje van het internet, afgelopen jaren. De problemen staan uh, volgens mij is dit jaar, jaar 60 is het, uh, is het uitgevoerd. Nou, ik, ik schat in dat we in de jaren 70, 80, 90 en tot en met nu toe nog steeds dit soort projecten kunnen vinden. Ze bestaan nog steeds. Uh, dus misschien had ik zeker een recenter voorbeeld moeten pakken. Nou, ik, ik, hij werd toen straks al aangekondigd. <laughs> ik kop hem nu maar in. Uh, Delftland, een van de monumenten. Uh, dit is de, de, uh, de keersluis in de Poldervaart. En ik heb een plaatje toegevoegd. Want dat was de vorige keer van... Hé, hey, maar er was veel meer. Maar dit is een... Uh, uh, dit is een plaatje van hoe het er nu uitziet. En, en een aantal jaar geleden ging men daar met de dijk aan de slag. En uh, toen dacht men... Nou, laten we die, de sluis helemaal, helemaal restaureren. En het is een rijksmonument. En het is, het is heel mooi. Hij ligt daar... En daar lag hij ook echt als sluis. Maar zoals je nu ziet, eindigt hij in het niets. Hij ligt daar aan het eind van de poldervaart. De dijk is ervoor voor langsgelegd. En, en de sluis is... Ja, het, het patina is er afgeschropt. En hij, is, hij ziet er keurig uit. Maar is dit nou... Ja, dit is wel echt objectgericht erfgoedbeheer. En de vraag is, had je hier ook een functie aan kunnen geven? Nou, en als je dan naar het plaatje kijkt... Hier ja, we begrijpen het volgens mij nog steeds niet. Hier zie je ook... ook ook deuren erin zitten, maar oorspronkelijk zat er een, een valdeur in, dus het is ook nog. Ja, nou het lijkt een beetje op geschiedsverwalzing. Ik... Waar in Delft of, is dit? Uh, die, die ja. Oké, okay. okay. nou dan een, een heel ander voorbeeld, uh, vrij recent uh, uh, in, uh, in Kampen uh, last van wateroverlast. Uh, ...plan om een kader of dijk langs de, langs de IJssel aan te leggen... ...om die hele binnenstad te beschermen tegen hoogwater. Maar als je op historische kaarten kijkt... ...dan zie je ook dat hier de dijk aankomt... ...daar eigenlijk stopt, overgaat in de, in de wallen van de stad... ...en daar weer verder gaat. En de binnenstad lag altijd buiten dijks. En dat, dat, ja, dat, dat regelde men. Natuurlijk, uh, met hoogwater water wordt het lastiger... Maar er, is, er was een plan om daar een, een hoge kade aan te leggen of een, of een dijk, ja, in ieder geval om, een, een, om langs de ijssel een, 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 een dijk aan te leggen. En toen zijn de bewoners eigenlijk in, in opstand gekomen en met een heleboel burgerparticipa burgerparticipatie zijn men tot plannen gekomen om het op een andere manier te regelen, met, met schotten en met de hoogwaterbrigade. Nou, eens in de zoveel tijd wordt er geoefend met bier en ballen. En dat is een groot feest. En op deze manier heeft men heel veel, ja eigenlijk, in de stad uh, is men er heel blij mee. En, en ligt er niet een, een helemaal kade voor. Maar de techneuten kwamen eerst met dit idee: van nou, laten we er een kade voor leggen. Dus je, je bekijkt het bredere en misschien kom je tot dit soort oplossingen. Nou, dan uh, een, een project uit de Erfgoeddeal. De erfgoeddeal bestaat sinds vier jaar en dat is een, een enorme pot geld waar uh, ja, projecten ingediend kunnen worden. Van, nou ja, de, de uitvoeringsprojecten moeten groter dan een half miljoen zijn en zijn bedoeld om, om een project echt erfgoed inclusief te maken. Het is niet alleen erfgoed, maar het erfgoed inclusief maken van een project. Nou, hier zie je, je ziet het, een gemaal bij de polder uh, Nijbroek. Uh, dat is eigenlijk een gemalen complex. Er staan een aantal naast elkaar. En dat was uh, om die polder te ontwateren onvoldoende. En ze wilden eigenlijk dat, dat hele gemaal, wilden ze, ja, wat ze er precies mee wilden, ik, zit ik onvoldoende in. Maar ze wilden zoveel zo, zo mogelijk strippen en eigenlijk upgraden naar een groter gemaal. En dat wilden ze dan erfgoed inclusief doen. Nou, bij de erfgoeddeal zeiden ze van ja. Dit, ...dit is het toch helemaal, niet helemaal, uh, proberen ze naar het grotere plaatje te kijken. Uh, dat is gedaan en in, in een volgende fase van het project zijn ze eigenlijk niet naar het gemaal gaan kijken... ...maar zijn ze juist naar de polder erachter gaan kijken. Hoe kunnen we die polder erachter nou, uh, ja, klimaatbestendig maken? En ze hebben die hele polder heringericht door water vast te houden... Uh, nou, dat hebben ze nog niet gedaan, maar dat, dat zijn de plannen nu. Uh, water vasthouden in de polder, helemaal opnieuw inrichten. Uh, deels ook voor natuur. En daardoor hoeft eigenlijk de, het gemaal helemaal niet zoveel uh, vergroot te worden. Hij hoeft, uh, uh, dit is een, een flinke renovatie en kan eigenlijk nou, met iets meer, misschien weet uh, Gerard er meer van, nee. Uh, met iets... Van de bestaande historische formale, uh... Dank voor de aanvulling. Ja, kijk, dus met een kleine aanpassing kunnen ze nu het, het bestaande complex grotendeels in ere houden. Maar eigenlijk is het veel interessanter dat het hele gebied erachter dus, dus uh, klimaatbestendig uh, wordt gemaakt. Nou, dan een ander voorbeeld: de uh, erfgoeddeal uh, Lekdijk bij Gorkum Waardenburg. Uh, nou, daar zie je een, uh, een, een fort liggen uit de oude Hollandse waterlinie. Nou, doe ik. Ja, deze hier, hier ligt hij helemaal. En nou ja, de fortgracht die groeit hier een beetje dicht. Hij, de, als je ervoor staat zou je zeggen: hey, is dit, is dit nu een fort? Nou, en wat er gebeurt is bij het ophogen van die dijk, um, want de hele lekdijk wordt verhoogd voor het hoogwaterbeschermingsprogramma. En bij het ophogen van de dijk wordt nu eigenlijk de hele fortwal wordt meegenomen in de Dijktersee, opgehoogd weer helemaal. Netjes gemaakt. En daarmee wordt dat, dat project dus erfgoed inclusief gemaakt. Ik vind hem, persoonlijk vind ik dit nog, nog zo zo. Ja, een beetje aanwerken, ophogen, dat is nog makkelijk. Deze vind ik eigenlijk nog een stukje interessanter. Uh, Zelfde lekdijk, uh, een stukje verderop. De lek is heel De baaldijk. Het is niet een lekdijk. Ja, nee, daar heb je gelijk in. Ja. nou, het is de Waaldijk. Ja, helaas. Ik, uh, ik, nou ja, ik ga niemand de schuld geven. Um. <laughs> ik ga mezelf de schuld geven. Nou, wat hier um, uh, gebeurt, hier zie je dus ook het fort: een oude situatie met een overlaatsluis voor uh, een inundatiegebied. En wat ze gaan doen is in de nieuwe situatie die sluis weer eigenlijk weer functioneel maken en dat inundatieveld als overlaatgebied gebruiken. Niet zozeer als verdediging, maar gewoon als waterberging. Nou, hier denk ik, ja, hier gebruik je echt je erfgoed ten nutte van het toekomstige waterbeheer. Nou, hier, dit hoef ik jullie eigenlijk allemaal niet te vertellen, maar toen straks werden er uh, tien gouden regels gesteld. En nummer, uh, regel nummer acht was: kijk naar het landschap eromheen. Nou, en ik zou willen beginnen met, zet die op één, en dan uh, komt dit eruit en dan kijk dan ook naar de rest van de gouden regels. Maar, het, en wat is het nut? Uh, het versterken van de kwaliteit en eigenheid. het biedt inspiratie en in aanknopingspunten, economische factoren. Nou. ecologische waarden worden heel vaak meegenomen omdat die samenhangen met het oude beheer. Uh, Dat waterbewustzijn is, is echt nodig. Uh, Kijk maar naar het eerste plaatje waar ik, waar ik mee begon. Nou, en dan als laatste, we zijn het ook gewoon verplicht. Het staat in de kaderrichtlijn water, het staat in allerlei wetten die allemaal niet zo hard zijn. Veelal behoorlijk zacht beleid, maar toch, we zijn het verplicht om, om goed met ons erfgoed en landschap om te gaan. Nou, dat hoe dan? Ik heb hier een aantal voorbeelden op de, op de website van de, uh, van, uh, van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Daar is een onderwerp: water en klimaat. Daar staan een heleboel publicaties op, een heleboel handreikingen, uh, nieuws, informatie en ook een hele serie kaarten. Je ziet zelfs de website Geen Stijl. Onder. Uh, nou, ik zal, niet, ik zal het niet in een kader plaatsen, maar onder jongeren echt een uh, hippe website om te kijken. En de kaart Leven met Water, waar alle Nederlandse dijken op staan, die, dat wordt de bazenkaart genoemd. Dus dat is de baas van alle kaarten en daar kun je uren. Op, uh, op rondkijken werd gezegd. Nou, als het zelfs daar al als indrukwekkend wordt gezien, dan moet het ook wel indrukwekkend zijn. Um, maar dat hoe dan, wat ik, wat ik hiermee wil meegeven, is vooral um, vanuit de mensen die, die erfgoed moeten aandragen, probeer het bij al die, die, die beleidsmedewerkers en bestuurders uh, tussen de oren te krijgen dat, dat erfgoed een. Erfgoed en landschap een rol krijgt aan de voorkant van het project en in, de, in het gehele project wordt meegenomen. Zorg dat je die basis op orde hebt. Neem bodem en landschap mee, nou, et cetera, et cetera. Dus. Uh, als laatste, dat kunnen we allemaal doen, maar volgens mij staan we ook voor hele grote problemen en uh, zit er ook een stuk mentaliteitsverandering in. En daarvoor kunnen we ook kijken naar het verleden. Misschien moeten we ons af en toe iets meer aanpassen. En wat we in. Uh, kampen nu doen, dat deden we in Dordrecht al eeuwen. Dank u wel.